Alfred, waar ben jij vandaag het meest teleurgesteld over? Ja, op onszelf. Dat we die eerste helft niet dat we betere ploeg was die niet hebben gescoord en die wedstrijd afmaakt. Tuurlijk, ik ben teleurgesteld. Ja, aan de ene kant ook boos. Je kon natuurlijk kon je naar boven kijken. Topploegen die hebben punten laten liggen. En ja, dan verlies je met 2-0. Ja, dat is wel erg zuur. Ik weet niet wat ik ga zeggen. Ik ben heel teleurgesteld over deze wedstrijd. Ik denk dat iedereen is. En ja, we moeten zo snel mogelijk weten wat we beter kunnen doen dan vergeten. Even een moment uit de eerste helft. Jij gaat op de keeper af. Je omspeelt hem ook. Was direct na de 1-0 van hun. Ik dacht, penalty. Wat dacht jij? Ik dacht zeker penalty. Het was zeker penalty. Ik heb geen idee waarom die scheids niet fluit. Nee, want volgens mij was het gewoon een penalty. En dan is het een ontnemen van de scoringskans. Dus ook een rode kaart. Ja, dat veranderde die wedstrijd veel. Maar zo was het vandaag. Geen decisie die van ons moet gaan, gaat voor ons. En dat is natuurlijk heel frustrerend. Maar het is niet alleen beslissend vandaag. We moeten op onszelf kijken en zien wat we beter kunnen doen. Nou, ik wil niet heel veel zeggen, maar de beelden zijn genoeg. En ja, ik vind het gewoon een aanfluiting. Nou, want zo'n 2-0, een heel bepaald moment, is gewoon buitenspel. Ja, op dat moment had je dat gevoel ook dat het buitenspel was? Ja, tuurlijk. Iedereen stroomt naar de scheidsrechter toe, naar de grensrechter toe. Maar hij heeft zijn besluit dat hij al genomen. En 2-0. Maar ja, soms is het zo dat het is raar dat zoveel beslissingen tegen jou gaat in één wedstrijd. Ik snap dat dit over het seizoen 2 of 3 beslissingen niet voor je gaat. Maar in één wedstrijd zo 5, 6 grote beslissingen niet meegaat, dan is het jammer. Hè? Zit Heerenveen nou in een dipje of is deze nederlaag gewoon weer heel erg op zichzelf? Nou, ik wil niet zeggen dat we in een dip zitten. We trainen gewoon goed. Op de trainingen gaan het allemaal perfect. En dan de vertaling naar de wedstrijd is er nog niet. Ja, we hebben 3 keer op rij verliest. Dan doen we iets niet juist. Jij scoort even niet meer. 2 wedstrijden op rij. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Dat is mijn rol in het team om doelpunten te maken. Maar ik vond eigenlijk dat de tweede helft gaan we een beetje op de laatste 10, 20 minuten. Dat was dat was niet goed genoeg. Vandaag zat dan werkelijk eigenlijk alles tegen. Ja, alles is tegen.